steden. Er was lang niet handig over de evacuatie. De regering heeft per staatsbesluit van 4 april de mijnbelasting op zand, klei, grind, schelpen, natuursteen en lateriet met 30% verhoogd. Daarvoor werden vaste bedragen variërend van 2 SRD cent tot 40 SRD cent per kubieke meter aan royalties afgedragen. Volgens minister Gillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen was de verhoging nodig omdat de royalties aan de overheid niet redelijk waren. Ook het gedoogbeleid ten aanzien van het wel of niet afdragen van royalties aan de overheid is nu voorbij, zegt de bewindsman. De verhoging is onderdeel van de ordening van de mijnbouwsector, waarmee een jaar geleden een aanvang is gemaakt, geeft Dodson aan. Een ordening en registratie traject gestart en het einde van het traject een bekendmaking door uitgaan dat het gedoogbeleid is afgelopen. Daarnaast is het ook zo dat de royalties, dat is het gedeelte dat de staat krijgt uit de activiteiten die er gebeuren, dat die royalties zullen worden verhoogd. Ik zal je een voorbeeld geven. Een kuub opvulzand wordt verkocht voor 80 SRD en daaruit krijgt de overheid, als we het kregen, 2 cent. Dus daar hebben we een verandering in gebracht. We hebben dus de calculaties van de putprijs, dus het moment dat je hebt opgraafd en peilt om te gaan verkopen, dat we daarvan, van die prijs, 30% willen hebben voor de staat of royalty. Dus dat is de stap die we hebben genomen om in plaats van 2 cent, ik weet niet hoe men aan 2 cent kwam hoor, maar om in plaats van 2 cent dan een ander of een substantiële deel te krijgen voor de overheid. Dodson geeft verder aan dat met de ordening van de mijnbouwsector ook speculanten aan banden worden gelegd. Veelal waren het personen die concessies hadden gekregen van de overheid en deze niet zelf ontwikkelden, maar doorverkochten en dat ook nog buiten het zicht van de overheid. Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemersvereniging, vindt het zeer ongepast dat de regering zonder overleg met de sector kostenverhogende maatregelen heeft doorgevoerd. Volgens Wong zal deze verhoging zeker invloed hebben op de sector nu de brandstof- en SWM-tarieven zijn verhoogd. Ik kan begrijpen dat er verhogingen moeten komen, okay. Maar niet op zo'n manier. Je consulteert de sector eerst zoals het is afgesproken, zoals we in het platform elke keer afspreken. En dan kan je dan zeggen, oké, okay, je kan zo verhogen. Maar het moeten samenhangende maatregelen zijn. En zolang je nog kruissubsidies hebt op de rest van alles, dan gaat het niet werken. Want deze met al die verhogingen gaat door, gaat toch weer doorgerekend worden. Dubbel en door. De nieuwe tarieven zijn onderdeel van een totaal pakket aan maatregelen om de mijnbouwsector te ordenen en te kanaliseren naar ondernemers die er wat mee kunnen. We vroegen aan de bewindsman of de verhoging van de royalties geen druk zal leggen op de bouwsector. Oh, in principe niet. We hebben ook onze calculaties erop losgelaten. U moet het zo zien, als we gaan ervan uit dat een kuub op zo'n zand bij de put 20 SRD kost bij de eindconsument 80 of 90 SRD. Nou, we hebben dat alles in kaart gebracht, wat al geabsorbeerd wordt door transportkosten enzovoort. Dat alles hebben we al in kaart gebracht. En het blijkt dus dat wij eigenlijk gaan van, voor het gedeelte van de overheid dan, dat we gaan van 2 cent naar ongeveer 2 tot 3 SRD. Nou, als je kijkt naar dat verschil in die 80, 90 SRD, dat is bitter weinig. Dus ja, ik kan niet zien hoe 2 SRD in het geheel dat de bouwmaterialenprijs zodanig omhoog moet schroeven. Want daar gaat het om. Maar de aannemersvereniging, algemene aannemersvereniging onder leiding van meneer Wong, is niet echt blij met dit beleid van de regering, omdat hij vindt
dat de sector niet erbij is betrokken? Nou, ja, bepaalde dingen waar de sector bij betrokken moet zijn. En bepaalde dingen wat de plicht van de overheid is. En men moet geen steeks tot laag water zoeken, hoor. En na minister Regilio Dotsen in een telefonisch interview over de verhoging van de mijnbelasting op bouwmaterialen. Vanaf 4 april zijn de royalties op deze bouwmaterialen met 2 tot 3 SRD per kubieke meter verhoogd.